Ho, 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 motherfucker. Ho, ho, ho. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Het is alweer 3 weken geleden. Het spijt me. In eerste instantie had mijn laatste video natuurlijk al vertraging door het overlijden van Tycho. Ik ben buiten adem. Wat ik nog steeds echt super rot en kut vind. Ik was zag, jongen. Nou ja, ongeveer net iets voor de GTA-video, net als ik kreeg corona, lag ik eruit. Daarna had ik 2 weken met school, wat gewoon zo ontzettend druk was en belangrijk. Dus ik lag gewoon eigenlijk soort van 3 weken al heel snel uit. En ik heb ondertussen wel dingen opgenomen en er zijn echt geweldige plannen. Echt geweldige plannen. Dit is niet de video waar ik jullie allemaal hype voor heb gemaakt op Insta. Die video komt waarschijnlijk volgende week pas online. Die video is echt zo tering lastig. Laat het zo zeggen, de hele video waaraan ik heb gewerkt met opnemen was in totaal al 100 gigabyte aan beeldmateriaal en ongeveer 18 tot 20 uur aan opneemmateriaal. Meer zelfs voor. Dus dat bedoel ik met, er zat heel veel tijd in. Welkom allemaal. In deze serie ga ik reageren op oude video's van mij van zo'n 5 jaar geleden. Wees gewaarschuwd, want hier zit heel veel cringe in. PS, doe een blauw nupje omhoog. Vandaag gaan we weer lekker onze serie voortzetten die we een tijdje terug hebben gestart en een tijdje terug. Dan gaan we denk ik terugdenken aan, nou, hoe lang geleden? Ik ga het even opzoeken. Nee joh, 1 jaar geleden. Nee, 9 maanden geleden. 9 maanden geleden, de tering. We hebben onze koffie weer erbij en we gaan lekker kijken naar, ja, een video. En ik moet eigenlijk mijn koptelefoon erover opzetten. Om even context erbij te, ik weet ook niet meer welke serie het is, weet je. We gaan gewoon kijken. Zombie Apocalypse. Binnenkort. Een nieuwe serie. Op dit kanaal. Leiden. Nee, het gaat niet over de Leiden, hoor. Heb jij geld? Nee! Dat kan helemaal niet, joh. Oh mijn god, oké. Ik kwam helemaal niet met. Ik kwam helemaal niet achter wat voor serie het. Dit waren die internetgekkies. En dan de Leiden. Nee, het gaat niet over de Leiden. En dat spel ik al helemaal verkeerd. En dan volgens heb jij geld? En dan geef ik als antwoord ja. Ik had geen geld. Heb ik nog steeds niet. Nou, dit was een hele educatieve mooie video. Beste parodie ooit. Even vooraf de video geef ik een waarschuwing als je niet tegen mensen kan die alleen maar gek doen en niet kunnen zingen. Watch me. Watch me die nu voor de klas staat en loopt te dansen. Waarom doe ik die push-ups? Ja, dit was het dan eigenlijk een hele slechte video. En ja, zo'n parodie op het liedje Tremor. Willen jullie de volledige versie zien? Ja, van het video, van de clip, hoe ik zing, zet het hieronder in de reacties hoe slecht het is. En ja, hopelijk vinden jullie het, ja, toch leuk eigenlijk. Nee, vinden we niet. En dan natuurlijk met een veel betere clip en zo, maar jullie zien een beetje de trailer die hier aan kan komen. Dus vinden trailer? Oh, het woord trailer sprak ik uit als thriller. Oh, dit is zo ruk, ouwe. Dit was een van mijn eerste video's. Deze video heeft denk ik, het verbaast je, maar deze video heeft nog meer weergave dan een best bekeken video die ik nu op mijn kanaal heb. Deze had echt een paar k. Ja, ik zat hier met, ja, gewoon mensen in te gooien die niet kunnen zingen en dat. Dat pakte heel veel views. Een vlog, een rustige dag. En bedankt nogmaals voor het kijken naar deze hele leuke video. Laat er was dus een blauw duimpje achter en alvast bedankt. Dat was de standaard intro die ik gebruikte onder video's van mij. En not gonna lie, nu ik zo dit terug hoor, is het gewoon net een voicemail. Moet je horen. Je moet je even voorstellen. Oké. Ik ben Brighton en ik wil op Pepijn gaan bellen. En bedankt nogmaals voor het kijken naar deze hele leuke video. Laat er was dus een blauw duimpje achter en alvast bedankt. Gewoon niet en alvast bedankt. Het maakt het zo erg voicemailachtig. Oh my fucking god. Ja. En je kan ook wat harder praten, hoor. Ja,
Ja, jullie schrokken nu, hè, van mijn volume. Omdat ik eigenlijk tijdens het editen mijn volume van deze video die ik aan het bekijken ben, hoger had gezet. En nu praat ik en nu schrik jij je helemaal de touwtiefes in. Zo, ja, dat is hem even. Daar ben ik weer, net school gehad. Zeg, ik geef weer toe, dat zei je ochtend. Waarom? Nou, ik heb vooral veel Engels, rekenen, taalspelling gedaan en zo. Daar waren je allemaal nog in geacht. Vrij saai. Maar goed, je moet het leren, je moet het laten kunnen. Dus het is altijd handig natuurlijk. Dat zegt de meester. Ja, ik heb net even lekker gegeten, want ik had best honger. Oh. Na zo'n middagje, het is 12 uur. Oh, de NG uitspreken. Luister hoe ik honger zeg. Ja, ik heb net even lekker gegeten, want ik had best honger. Na zo'n middagje, het is Ik sprak het gewoon uit als gewoon een noem van Nanda. Honger. Ik had honger. Dus het is wel mooi weer, dat zeg ik wel. Het is wel mooi weer. Ja, maar dat is... Sorry, ik onderbreek het veel, maar het is wel mooi weer. Dat is dus hoe ik nu ook nog letterlijk vlog. Als ik aan het vloggen ben en ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen, pak ik mijn camera erbij en dan film ik naar buiten en dan zeg ik... Ja jongens, het is vandaag wel regenachtig, het is zoveel mooi. Ik kan hier legit gewoon 3 momenten misschien van de afgelopen vlogs of real life video's pakken waarin ik dat doe. Dat vind ik echt zo jammer. Waarom nou niet? Waarom nou precies is schooldag? Dan zitten we gewoon binnen te rekenen en te doen en zo. Dan zie je buiten zo'n zonnetje stralen. Ja, dat pik ik niet hoor, sorry. Zo! Wow, dat pik ik niet. Oh, ik ben boos. Ik ben boos. De afgelopen 3 weken heeft het zonnetje niet geschenen en was het alleen maar kut weer. En de eerste dag van school was het mooi weer. Ja, that's life. Dat pik ik niet hoor, sorry. Ik ben, jullie denken wat een andere achtergrond, maar ik ben maar een vriendje. Maar hij wil niet op beeld komen, dus ga ik natuurlijk gewoon verzorgen. Saaie dag vandaag. Saaie vlog, denk ik. Waar ik niet veel in doe, maar alsnog. Je zag hier zijn kop. ik ga expres die kant. Saaie vlog, denk ik. Hey, je ziet hem als we kijken, ben ik op camera. Waar ik niet veel in doe. Maar ja, je bent op camera, hij gaat achter mij schuilen. Ik was het helemaal vergeten. Ik heb ook mijn god, dat ik überhaupt ooit op zijn camera heb gefilmd. Shout out naar jou, jongen. Oké, dat wist ik helemaal niet. Ik ben even flabbergasted, want dit had ik dus niet zien aankomen, dat ik in zijn kamer opeens was. Ja, dat kan ik denk ik op zich wel zeggen. Hij heeft een zusje. En volgens mij was die net, nou, misschien een jaar of 2 of zoiets. Nou, ik weet niet hoe oud ze was. Maar ik hoorde telkens babygeluiden net. Of in ieder geval van dat soort kleine kindergeluiden. En blijkbaar was hij dus ook op de kamer en zat hij een spelletje of zoiets met haar te doen. Nee, een pistool! Dat is mijn broertje! Oh, wat erg dit. Oh, mijn broertje is dat enge dingen. Je hoort hem hier nog piew, piew, piew zeggen. Goed, ik denk dat ik het hierbij lekker bij laat. Hebben jullie ook lekker een leuke korte video om naar te kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Deze video komt als goed is de 23e online. Kijken jullie dit? Ik probeer, dit weekend probeer ik ook weer een video online te gooien. En we gaan nu echt weer doorknallen. Veel nieuwe video's. Alleen ik lag er heel even uit. Maar ik heb daardoor wel veel kunnen maken voor jullie. Het loont zeker met een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik super erg waarderen. Abonneer zeker voor meer. En abonneer dus zeker voor de leuke dingen die nog gaan komen. Want ik heb echt geweldige dingen. Ook al is het deels wel in de soep gelopen door corona. Ik pak het gewoon door. Keep pushing. Doei doei. En meiden. Iedereen. Ik mag tegenwoordig geen 2 genders meer noemen. Iedereen. We zijn bijna op het einde van het jaar gekomen. Daarom wil ik een voorstel gaan doen. Als we nog de 1000 abonnees kunnen hitten voor het oudejaarsavond. Dus echt voordat de klok op 12 klikt. Ga ik al. En dat meen ik.